Subhanallah. Ik kreeg gisteren heel veel dat filmpje doorgestuurd. Ook ingetagd over een imam of een persoon in de moskee die best wel helemaal lijp werd over een vape die gevonden is in de vrouwenwc. En ik ben iemand dat als ik iets hoor, dan probeer ik dat altijd vanuit een schone intentie, vanuit een zuivere gedachte, zonder emoties, probeer ik dat tot mij in te nemen. Maar subhanallah, ik moest een paar keer erover nadenken en ik kom elke keer tot dezelfde conclusie. Wat ik dus niet begrijp is dat er al 20 dagen Ramadan voorbij zijn. Vrouwen gaan met parfum, met make-up, lopen te roddelen, veel geluidsoverlast. En blijkbaar zijn er bijna geen mannen, tot niet, die het nodig vinden om daar keer op keer hard naar uit te halen. Totdat er eten werd besteld. Oh mijn god, dat was de einde van de wereld. En nu een vape in een wc, jij wat een lam. Onreine plek. Een meid die daar haar tekortkoming en vape heeft weggegooid. Daar gaan we een enorme probleem van maken. Een enorme probleem. Subhanallah, een privé zonde in een fucking wc-put, in een wc-pot gedumpt. Jaar in jaar uit zitten jullie dochters. En soms zelfs jullie vrouwen. Op het internet. Elke vrijdag is er een god. Waarom is er dan niet een man, een imam, die opstaat en hier echt werk van maakt? Jaar in jaar uit, jij wat Allah. Een vrouw die naar het huis van Allah subhanahu wa ta'ala gaat en rente goed praat, jij wat Allah. Rente. En dan heb je te maken met dwaling, ash'ari, soefies in de moskeeën, samenwerkingen met politie. Die jullie ouders, die jullie vaders, die jullie opa's hebben lopen afluisteren, illegaal. Gegevens hebben doorgegeven. Daar zitten jullie nu samen mee te eten. En er is geen enkele man die hier tegenop staat en zegt, waar de fuck zijn we mee bezig? Nee, er is een vape in een wc-pot gevonden. Dit was de einde van de wereld. Ongelooflijk, waar is jullie hoofd? In het zand, kan niet anders. Trek hem eruit, kijk om je heen wat er allemaal gebeurt. Je dochter zit boven in de kamer live te gaan. Jij wat op TikTok. Honderden, duizenden mannen die naar haar kijken. Ongelooflijk. Maar nee hoor. Ze beginnen nu te praten. Subhanallah. En over wat? Miauw. Beste zuster. Het is niet van de etiketten. Geen respect. Hoe haal je het in je hoofd om dit soort dingen in de moskee mee te nemen? Wallahi, je wordt hier geen ontzettend kwaad over worden. Dit is Beitullah. Hij is van Allah. En jij durft ik mee te nemen naar de moskee? Waar is jouw respect gebleven tegenover Allah, tegenover de moskee? Wallah, hier. Deze hele heisa over het vape in een vrouwentoilet bij de moskee verhaal gaat nergens over, zegt Rashid Abu Ghuzaima. Het kan net zo goed een zuster zijn geweest die beproefd is met deze zonde, vergeten was dat ze nog zo'n ding in haar jaszak had en zich juist schaamde, waardoor ze het weggooide in het toilet, of het rolde uit haar zakken, of het was misschien niet eens haar eigen vape, of wat dan ook. Duizend in één mogelijke interpretaties en scenario's om een zuster niet op zo'n manier aan te hoeven vallen, en ook nog eens delen op social media, en voor de verandering eens goede vermoedens te hebben waar het wel hoort. Vooral aangezien we weten dat veel jongeren naar de moskee komen in de maand, in de Ramadan, die dat normalitair niet doen en dus niet altijd even ver zijn qua begrip en praktiseren. Is dit dan de manier waarop we een eventuele fout corrigeren, terwijl we weten dat de profeet sallallahu alaihi wasallam de Bedouin die nota bene in de moskee urineerde, op zachte wijze corrigeerde? En dit nogmaals, terwijl er een duidelijk excuus kan zijn in dit vape-verhaal. Maar ondertussen zwijgt men over de grootste munkarat die plaatsvinden in moskeeën, zowel onder mannen als vrouwen en buiten moskeeën. Hard uithalen waar het niet hoort en als poezen zwijgen waar men als leeuw had moeten brullen. Toppunt van een gebrek aan wijsheid.